been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that you're smoking. The rain ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. We'll sing our song together. Ja, de richting van de schoenwagen. Dat vind ik wel goed.
Misschien geef ik mezelf iets te veel bloot over mijn eigen voorbereidingsproces. Maar als je pas donderdag een showtje hebt, dan is het nu al wel vroeg om voor te bereiden, of niet? Ja, het is vooral omdat de muziek uitspelen die ik wil. En een beetje kijken wat voor items in het nieuws zijn. Maar meestal zoek ik dat later in de week nog uit, omdat ik nog meer heb. Ik hoor het aan alle kanten, jij bent totaal geschikt voor het grote podium. De meest voorbereide DJ van het land. En die is dan donderdag te horen op nog één keer. Welke zender? RTV Big Ben Oaar. Oftewel? Oftewel, het ritme van Tsunami. Ja, het lijkt hier. Ik vind dit ook wel zo'n, liedje wat ze draaien bij het ritme van het voetbalhuis. Toch weer een beetje jonge link daar, Tsunami. Goed, en veel succes met het showtje en tot over een paar jaar dan met Rio. Kan ik me voorstellen. Ja, dankjewel. Thank you.
passen.
3 FM. En als er één genre is wat ik lief heb, als er één genre is waar je mij voor wakker kan maken, op het einde van dit genre is namelijk dat je voor snel in slaap valt daarna, dat is dat chill muziek, zen muziek, rustige muziek. En als er één plek geschikt is voor die zen muziek, die rustige muziek, dan is het... Maar tot het 10 uur 's avonds mag je toch mensen aanraken. En Armin speelt daarop in, dus met de Grand Slam van deze week. Allereerst nu de Black Eyed Peas met Where's the Love. Het is de grootste fout van Justin Timberlake, want hij schreef deze plaat. En is ook te horen op het refrein. Maar heeft zijn naam niet bij de plaat gezet. Met een dikke, vette wereldhit. Heeft het toch een beetje spijt van Justin Timberlake. Hij zit dus eigenlijk min of meer verborgen in deze plaat. Dit is Where's the Love, Black Eyed Peas dus, bij Slam.
oplossen.
vrachtwagens gebotst. Volgens de ANWB gaat het om protesttruckers. Die rijden door het hele land om te demonstreren tegen onder meer de coronapas. Of er gewonden zijn gevallen is nog niet bekend. Er worden hekken geplaatst rondom het bos in Born waar al dagen actievoerders zitten. Het terrein wordt bewaakt, maar vannacht wisten nog twee mensen het bos in te komen. Daarom wordt het nu afgesloten. Een actievoerder vindt het idioot en zegt dat het zo veel lastiger wordt om te demonstreren tegen de kap van het bos. Groningen roept automobilisten op om niet naar de stad te komen vandaag. Gisteren kwamen er door de harde wind gevelplaten los van het gebouw van de Gasunie. En daardoor ligt er veel glas op de N7. Die is daarom gesloten en gaat pas weer open als alles is opgeruimd. De politie heeft de twee winkeldieven aangehouden die gisteren in een auto met een jongetje op de achterbank keihard op de vlucht sloegen. Het zijn twee dertigers uit Rotterdam. Het kindje is anderhalf. Hij was al eerder terecht en het gaat goed met hem. Het is het zoontje van een van de verdachten. En dan nu het weer van weer.nl. De zon schijnt, maar op sommige plekken komt er bewolking voor. Het is een graad of 8. Vanavond regen en wind en op morgenochtend storm met felle buien en kans op zware windstoten. Dat was het nieuws op Slam. Dankjewel, dan de situatie op de weg hier bij Slam. Er is een vertraging op de A28 Hogeveen-Assen bij Ruinen, 28 minuten. En de flitsers die staan langs de A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein bij 66,8. De A29 Dittenoord-Rotterdam bij Nieuwmansdorp bij 96,5. A35 Vierde-Hengelo bij Borne bij 54,0. En de A74 grens met Duitsland richting Tegelen bij Tegelen bij 101,2. BTW, wat doen we er ook alweer mee? Oh ja, BTW, weg ermee! Tot en met zondag betaal je bij Mediamarkt geen BTW op echt bijna alles. Zoals bijna alle smartphones, laptops, tv's, koelkasten, wasmachines en drogers. Maar op is op. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel online. T-Mobile presenteert de superscherp geprijsde Xiaomi 11T. Naast die superscherpe prijs ontvang je nu tijdelijk ook nog eens €100 retour. Dat is een voordeel dat kan oplopen tot wel €196. Bestel hem vandaag nog op T-Mobile.nl en hou je toestel bij jouw T-Mobile shop. Tot en met zondag betaal je bij Mediamarkt geen BTW op alle Windows-laptops van Microsoft. Backup nodig voor je personeel? We got you. Met één druk op de knop bereik je duizenden freelance oproepkrachten. Kies alleen de beste sterren. Ze gaan vandaag nog voor je aan de slag. Wij zijn Young Ones. Een on-demand freelance platform. 24/7 geopend voor business. Young Ones. We've got your back. Als je nog even slim wil shoppen, denk dan eens alleen. Want het zijn de laatste dagen van de allergrootste sale. Profiteer nog heel even van de allergrootste sale bij Leenbakker. Met tot wel 50% korting op alle saleartikelen. Leen, dat is design voor iedereen. Nu met 10% extra korting op alle aanbiedingen. Backup nodig in bezorging of promotie. Al vanaf 16,50 per uur op youngones.nl. Oh, weet je schat, sinds die waanzinnige overwinning van Max Verstappen ben ik er wel uit. Waaruit? Onze nieuwe auto. We gaan voor Honda. Honda? Ja, Max rijdt toch op Honda-technologie? Oh ja, natuurlijk. De winnende formule. Pak jij kans als Max? Nu, de Jazz of de CRV. Geen stekker, full hybrid power en razendsnel geleverd. Nu tot €3000 klantvoordeel op de CRV. Ga langs bij uw Honda-dealer of kijk op honda.nl. Honda, the power of dreams. Hey, this is Calvin Harris. Hey, it's Ava Max on Slam. Goedemiddag, 6:03. Zometeen hoor je Madcon. Don't worry, ook de nieuwe van de Rehab en Taming Trumpet onderweg. Call me naar Joel Corey. Think of you.